Het is nu 17 juli, 9:30 s'avonds. Vanochtend om een uur of 11 zijn we in dit perceel tarwe begonnen. Van 180 hectare. En die hebben wij bijna klaar. Ik denk dat we het net redden om dit stuk eraf te krijgen. En is ook al bijna helemaal geperst met twee persen. En het stro is ook al voor morgen vroeg, gaat de hele nacht door. Wordt het stro ook allemaal al verzameld in een klamp aan de rand van het perceel gezet. Daarachter zijn nog de persen bezig. En daar verder achter draaien de combines. En daarachter rijdt de trekker die het stro in de klamp zet. Dus dat gaat mooi zo. Als we elke dag zo'n beetje 180, 200 hectare doen, dan hebben we met een dag of 10 alle tarwe eraf. Dus dat zou mooi zijn. Dan hebben we het in de schuur. En of het nog ergens naartoe kan, dat hangt, hangt er vanaf of de Zwarte Zee open gaat. Oh, de opbrengst, zal ik nog even zeggen, valt tegen. Zo rond de 5,5 ton. Maar we hebben vanaf 1 juli 2021 tot 1 juli dit jaar 400 mm regen gehad. En in de maand juni, gedeeltelijk van mei ook, is heet en droog geweest. Dus de tarwe is een beetje verbrand. Op de balenverzamelaar wordt opgestapeld tot bijna 4 meter in de hoogte. En wij hoeven alleen maar mee over de landwegen naar de koeienstal. Dus dat maakt dan hier niks uit. En zo ligt het ook lekker stevig. Dus de jongens die rijden ook behoorlijk hard hier over die landwegen. Die landwegen zijn met een greder allemaal vlak gemaakt. Dus kun je lekker efficiënt werken zo. En dat is het grote voordeel van Oekraïne. Grote percelen, veel landwegen, efficiënt aan het werk. Daardoor kan Oekraïne ook zo goedkoop tarwe produceren en goedkoop exporteren. En dat ligt helaas dus stil. En dat er tarwe of graan geëxporteerd kan worden via de Zwarte Zeehavens, ik hoop het, maar ik heb er enigszins een hard hoofd in. Maar we geven niet op, we gaan gewoon door. Gisteravond om 9:30 stond ik op dit perceel. Waar ze nog aan het combineren, waar ze nog aan het stropersen. Lag er nog zware stro op het veld. Lag nog een pak stro op het veld. En nu wordt hier achter mij de laatste stro weggereden naar de koeienstal. En het perceel hier van 180 hectare is leeg. Dus er kan straks koolzaad in, no-till. Dan saaien we er gewoon zo rechtstreeks met een no-till zaaimachine in. En geen grondbewerking nodig, niks nodig. Nou, er zit vocht genoeg in. Misschien komt er nog een buitje. En dan kan je hier prima no-till koolzaad in zaaien. Heb je een vraag voor Kees over boeren in Oekraïne of de situatie daar? Laat hem achter via de reacties op Facebook of YouTube en wij sturen je vraag door. Tot volgende week!